gevoel in Den Haag. Mijn ministerie dacht in het begin, wie komt daar nu als minister? Maar ze hebben zich snel aangepast. Ik kwam bij de kennismakingsborrel op het ministerie van Verkeer. Stonden daar ineens flessen schulpender bier. Ik denk, hey, in de aanbesteding opgenomen, is nooit meer weggegaan. Goed voor mijn opvolger, hè? Wat laat ik toch een prachtig ministerie achter. Maar vervolgens kom ik bij de Rijkswaterstaat, baas boven baas, de kennismakingsborrel. Toen stond er Gulpener, Limbersland. Ik heb veel discussies gehad met Jacqueline Kramer van Vrom. Ik wil het niet verhelen. Maar ik heb haar op een gegeven moment toch behoorlijk overtuigend toegesproken. Ik zeg, jij vindt mij niet goed voor het milieu, minister van Verkeer. Ik zeg, ik neem jouw bewijsstuk de volgende keer mee. Ik heb in de Treffenzaal, vlak voor de officiële vergadering, durfde het er tijdens niet aan, uit mijn aktentas een fles Limburgs Land gehaald. Ik zeg, beste Jacqueline, dit is wat wij op ons ministerie drinken. Het is het eerste ecologische bier in de wereld, het eerste klimaatneutrale bier in de wereld. Zeg niet dat wij van het CDA niet groen zijn. En ik kan u zeggen, meneer Rutte, ik heb mijn uiterste best gedaan om veel van deze Limburgs Land biertjes, zal ik maar zeggen, een groene bestemming te geven. Ik wil u van harte welkom heten. U doet het als bedrijf maatschappelijk zeer verantwoord. U bent zeer goed bezig met natuur en met cultuur. Maar u bent vooral ook echt een streekbedrijf om trots op te zijn. Ik geef u met alle graagte het woord. Welkom. Ja, hier sta ik dan. Na de al dat politieke geweld, de eloquentia die hier ten toon werd gevoerd. Een eenvoudige MKB-ondernemer uit dit land. Uit, zeg maar, Rijmerstok en omstreken. Want daar komen we vandaan. Gulpen is dit nu gedefinieerd als Rijmerstok en omstreken. Ik zal het niet zozeer over politiek hebben. Alhoewel ik weet dat ons bedrijf een voorbeeldfunctie heeft voor het hele duurzaamheidsbeleid. Een van de speerpunten van het kabinet. En we doen dat ook graag en met liefde. Maar we doen het vooral met ons hart. En we doen het vooral niet voor de politiek, maar we doen het voor de mensen die bij ons rondlopen. Ik heb de mogelijkheid gekregen, en ik vind dat geweldig, om een van onze topproducten, en die is echt een, zeg maar, een Rijmerstoks product, om dat aan te bieden. En dat is Château Neugour. Voor de kenners onder jullie, het is een kasteeltje ergens in de buurt. Maar alle grondstoffen komen uit Rijmerstok. De hop komt uit Rijmerstok, de gerst komt uit Rijmerstok. En het product komt uit de gemeente Rijmerstok in dit geval, dat is uit Gulpen. En ik wil dat graag aanbieden. Politiek ben ik niet onderlegd, maar ik weet dat het CDA in dit geval ook ons hart wegraakt. We merken dat met ons beleid, dat we voeren ons MVO-beleid, ons duurzaamheidsbeleid. En wij hebben dat vertaald, want we hebben geen andere vertaling als brouwerij. Wij vertalen dat beleid in bier. Nou goed, dit is niet anders. We zijn beperkt in ons kunnen, maar we kunnen het wel vertalen in bier. En dat zullen we zo doen. En ik mag het dan ook symbolisch, het product van Rijmerstok, waar we trots op zijn in dit dorp is geweldig, moet ik zeggen, op dat gebied, aanbieden, meer als symbool, niet als product. Ik wil hier geen commercie bedrijven, als symbool van het duurzaamheidsbeleid van deze regio en de trots die we hebben, die helemaal past bij het CDA. Het is een blauwe fles, het is een topproduct. Ik weet niet of u nog moet rijden in de Balkenende, maar... Ik word gereden. Ja, maar dat dacht ik wel, dat was duur. Ik heb nog een blauwe fles. Ja, nee, want ik heb maar één flesje gekregen. Er is mij ook verzocht om het Rijmerstoks volkslied, noem ik het maar bij deze, ten gehoor te brengen. En dat is het hoplied. Ik zou voorstellen één couplet, want het is het meest risicovolle moment van deze avond. Ik kan niet zingen. Ik ken de tekst niet, ik weet alleen dat het hartstikke mooi is. En ik heb geprobeerd, een aantal van de mensen van de brouwerij, om de tekst hier rond te delen. Het is een lied dat wordt altijd gezongen. Het is gecomponeerd ook door de familie van de fanfare in Rijmerstok. Die heeft dit gecomponeerd. Het is een lied dat wordt gezongen als de oogst van de hop wordt binnengehaald. Het is het tweede weekend van september, er zijn er 2 dagen hopfeesten.
Dan wordt de oogst binnengehaald en tijdens het binnenhalen van de oogst wordt het hoplied gezongen. Het is een dialect, maar het is makkelijk te begrijpen, want de tekst is niet zo moeilijk. Goed, laat ik het vervaren zoeken. Eén couplet. Spel er eventjes voor. Van het CDA draagt. Dat zou een mooie kop zijn in de Limburger morgen. Dames en heren, de tweede ronde van kandidaten. Ik verzoek ze naar voren te komen.